Nu de spoken waren verjaagd, durfden zij ook wel naar buiten. Maar niet zonder een deken over hun schouders te hebben geslagen en een dierenmasker te hebben opgezet. De kinderen dansten rond het vuur en smulden van de heerlijke zielenbroodjes en zielenkoeken. Ze gilden en schreeuwden en ontdekten dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was om bang te zijn. Thank you.